Het geneesmiddel van de week is insuline. Waarom insuline? Insuline is tegenwoordig een veelgebruikt geneesmiddel. Vrijwel iedere arts zal wel eens doseeradviezen voor insuline moeten geven. In de ontwikkeling tot het nu makkelijk toe te dienen geneesmiddel zijn een aantal technologische doorbraken belangrijk geweest en er zijn meerdere Nobelprijzen gerelateerd aan deze ontwikkeling. Hoewel diabetes natuurlijk nog steeds een vervelende ziekte is met veel mogelijke complicaties, is met meten van bloedglucosewaarde en insulinetoediening nu een redelijk normaal leven mogelijk. De bloedglucosewaarde wordt gemeten en aan de hand van de waarde, gecombineerd met kennis over individuele behoeften, lichaamsbeweging en voeding, kan een behandelplan worden opgesteld. Als je nu in het ziekenhuis stage loopt of misschien zelf werkt, hoor je voortdurend artsen met groot gemak insuline doseren. Doe maar even 2 eenheden extra of spuit maar even 4 eenheden en controleer de bloedglucose over 2 uur nog een keer. Dit staat in schril contrast met 100 jaar geleden, toen zeker type 1 diabetes nog een aandoening was die binnen enkele maanden dodelijk was. De functie van de pancreas en het bestaan van insuline werden eind 19e, begin 20e eeuw vastgesteld. In 1922 werd de eerste patiënt met insuline behandeld. Het ging om de 14-jarige Leonard Thompson. Hij is 27 jaar geworden. Een spectaculair lange overleving met diabetes type 1 in die tijd. Na deze eerste toediening werden steeds meer patiënten behandeld met insuline, verkregen van koeien en varkens. In feite is insuline dus het eerste biologisch geneesmiddel, waarbij je misschien eerder aan geneesmiddelen als rituximab of andere mipjes of mapjes denkt. Hierna zijn er nog een paar mijlpalen geweest. In 1950 werd voor het eerst een MPH, ofwel protaminegroep, aan het insulinemolecuul gekoppeld, waardoor de opname stabieler was. In 1955 was het gen dat het eiwit insuline codeert het eerste gen dat volledig gesequenced werd, dus waarvan de volledige DNA-code bekend was. Dit leidde uiteindelijk tot biotechnologische productie middels DNA-recombinant technologie. Hierdoor traden een stuk minder overgevoeligheidsreacties op, omdat het eigen, humane insuline kon worden nagebootst. Omdat insuline een eiwit is dat in het maag-darmkanaal snel verteerd zou worden, kan het helaas alleen nog subcutaan of intraveneus toegediend worden. Er is veel onderzoek gedaan naar intranasale toediening, maar de hoeveelheid die toegediend wordt is dan te wisselend. De meeste patiënten spuiten met een zelfinjectiepen. Daarnaast kan insuline via continue subcutane infusie worden toegediend, in simpele Nederlands bekendstaand als pomptherapie. Hiermee kun je de basale hoeveelheid en de bolussen meer fine-tunen. Pomptherapie is vrij duur en daardoor komt niet iedereen met diabetes hiervoor in aanmerking. Het wordt vergoed met name bij type 1 diabetes, zwangerschapsdiabetes en of bij frequent voorkomen van hypoglycemieën. In het ziekenhuis kan insuline natuurlijk ook intraveneus toegediend worden. Al deze toedieningsvormen verschillen van de fysiologische insulinesecretie, aangezien insuline normaal gesproken extreem snel na een maaltijd vrijkomt en direct in de portale circulatie terechtkomt. Met pentherapie is een bazaal bolusregime met een langwerkende insulinebereiding voor de nacht en kortwerkend voor de maaltijd het meest optimaal. Er kan ook gekozen worden voor een 2-maal-daags schema met een gemengde vorm met zowel kortwerkend als langwerkend insuline, zoals Novomix. Bedenk je dat kortwerkende of langwerkende insulinebereidingen niet verschillende soorten insuline zijn, maar verschillende aanpassingen van het insulinemolecuul, waardoor de opname of werkingssnelheid beïnvloed wordt. De eerste aanpassing die ik net al even noemde was toevoeging van protamine en zink aan het mengsel van insuline, leidde tot zogenaamde neutraal protamine hagedoorn of NPH-insuline, dat geleidelijker uit het subcutane weefsel kan worden opgenomen en zodoende leidde tot de eerste insulinebereiding die langdurig werkte. NPH-insuline wordt nog steeds gebruikt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Insulatar. Hierna zijn meerdere aanpassingen bedacht om langdurige of juist extra snelle werking mogelijk te maken. Op de slide zie je een paar bekende voorbeelden. In roze of paars aangegeven zie je de wijzigingen die leiden tot totstandkoming van insulineglargine, oftewel Lantus als een van de voorbeelden. 2 argininemoleculen zijn toegevoegd en een asparagine is veranderd in een glycinegroep. De Detemir variant, die je misschien kent als Levemir, is aangegeven in grijs.
Dit is een meer recente wijziging die zorgt dat insuline steviger aan albumine bindt, waardoor het minder snel naar de weefsel transporteert. Om insuline sneller te laten werken zijn ook wijzigingen doorgevoerd die leiden tot snellere opname vanuit het subcutane weefsel, zoals Lispro of Humalog in geel of Aspart in groen, ook bekend als Novorapid. Insuline heeft ook een paar vervelende bijwerkingen. Door de anabole werking zullen patiënten vaak een paar kilo aankomen. De meest gevaarlijke bijwerking is hypoglycemie. Afhankelijk van de hoeveelheid en het type insuline die gebruikt is, moet de patiënt hiervoor geobserveerd worden in het ziekenhuis en eventueel behandeld met glucagon of glucose. Bij een onbegrepen comateus beeld moet altijd het bloedglucosegehalte gemeten worden om te kijken of er geen sprake is van hypoglycemie. Hiervoor wordt wel de EFG aan de ABCD-methodiek toegevoegd. Don't ever forget glucose. Samenvattend is insuline een veelgebruikt geneesmiddel dat in de laatste 100 jaar ontwikkeld is van de experimentele eerste behandeling tot geavanceerde therapie met dosisaanpassingen die door patiënt of arts bepaald kunnen worden. Verschillende vormen van insuline zijn verschillende aanpassingen die met name de opname vanuit subcutaan weefsel beïnvloeden. Insulinebehandeling is altijd een combinatie met inschatten van koolhydraatinname, persoonlijke behoeften en lichaamsbeweging. De belangrijkste potentieel levensgevaarlijke bijwerking van insuline is hypoglycemie.